Welkom terug bij het kanaal van Harry de Ferryman. Ik ben Harry en vandaag het laatste deel van de hefboom van de tractor. Het schilderen, daar spaar ik jullie maar. Dat heb ik niet gefilmd. Ik baal er nog steeds van dat mijn beelden, of dat mijn bestandje van de beelden van het lassen kapot is gegaan. Maar ja, dat is niet anders. Daar moet ik mee leren leven. Ik had jullie graag laten zien, want daar kijken de meeste mensen toch voor het lassen. Maar goed, dat is niet anders. Maar al met al ben ik toch blij hoe de hefboom geworden is. Ik denk dat het weer een hoop scheelt voor mijn rug. Ik word er ook niet jonger op. Het scheelt een hoop gesjouw en gesleept mee met die zware spullen die wij allemaal hebben. En zoals je hier kunt zien, ik heb er voor een paar pootjes onder gelast. Achter een kokertje opgelast waar ik een ander kokertje in kan steken. Dat maakt het alleen maar handiger om hem aan en af te koppelen. Als ik dat niet gedaan had en hij lag gewoon op de grond, dan is het... Best een zwaar ding en dan scheelt het nog niks voor mijn rug. Maar zo leid je er niet veel mee om aan en af te koppelen. Dan kokert je de kant eruit. Nou, zoals je kunt zien. Hij is klaar. Ik ben er blij mee. Eén tand ermee geprobeerd. Hij doet het goed. Hij is blauw geworden. Heel verrassend. Dan had hij anders moeten worden als blauw. Nou, we hebben er een ketting aan gemaakt van de vijfsprong. Deze gebruik ik bijna nooit. Het voordeel van deze ketting is... je kunt hem net zo lang maken als dat je zelf wil. Op het einde 100 kilo. Op dit punt pak je 200 kilo op. Zonder dat de tractor voor van de grond afkomt. Dus helemaal blij mee. Twee schoortjes ingemaakt, twee pootjes eronder. Die twee pootjes eronder heb je kunnen zien. Dat is gewoon alleen voor het loskoppelen. Dat je hem alleen makkelijk aan en af kunt koppelen van de tractor. Hij werkt goed. Dit is het eerste klusje wat hij echt heeft moeten doen. De schoren naar buiten, die stonden al lang in de weg. Maar die dingen die zijn zo zwaar om zo te gaan liggen verslepen. Dat ik ze altijd maar binnen liet staan. Maar nu kan ik ze mooi buiten op de achtertrein zetten zonder enkele problemen. En ik kan ze pakken wanneer ik ze wil. Want anders was het echt een heel gesleep om die dingen binnen te krijgen. Ik heb nog wat meer dingen gedaan op het achtertrein. Die langer moesten gebeuren. Er was een lier door een pallet heen gezakt. Die stond er al zo lang dat die pallet rot was. Nou, die lier eraf gepakt en de pallet opgeruimd. En ik snap niet dat we niet eerder op het idee zijn gekomen om een hefboom te maken. Want het is zo'n simpel iets om te maken. En ik denk dat ik er echt heel veel plezier van zal hebben in de komende jaren. Nou, we zijn hier bij aan het einde van het filmpje gekomen. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun je eigenlijk ook abonneren op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte wanneer ik een nieuw filmpje upload. En zoals wij hier in Brabant zeggen, houden.